Als gevolg van de klimaatveranderingen en het stijgen van de zeespiegel gaat steeds meer land verloren. Dit is ook het geval bij de vishaal van de openbare markt Nikeri. Bij elke springvloed spoelt tussen de 5 en 10 centimeter land weg. Kijk, het probleem hier van de vishaal, dat speelt nu al jaren. Maar we hebben hier nu gewoon dat het, de rivieroever bijna helemaal geërodeerd is. Het vertoont al behoorlijk veel verzakkingen. En het risico is nu heel groot dat het een of andere dag de hele oever de rivier in kan gaan schuiven. En dat vormt echt een heel groot gevaar voor de standhouders hier op dit moment. En deze situatie kan niet meer zo lang duren. Een goede oplossing voor dit probleem is het aanleggen van damwanden. Het projectdossier hiervoor is reeds ingediend. Voor de verkiezingen is het onderzoek al geweest voor damwanden à la waterkant. En dat stukje hebben we ook kunnen vastleggen. En een compleet nieuwe markt. We hebben beide projectdossiers via het ministerie van regionale ontwikkeling doen toegang via ambassadeur Lal Mohammed naar de Islamic Bank. Met de hoop dat daar wel uiteindelijk oplossing voor komt. En dat we in de keer in geval de dam banden kunnen krijgen hier achter de markt en een compleet nieuwe markt. Want die markt is wel een hele oude markt en het is wel dienstig voor het moment dat we een compleet nieuw ding daar krijgen. Dus wanneer die markt daar komt, dan zal een complete metamorfose ondergaan. Dan komt er een compleet nieuw net ding die ogelijker is en ook multifunctioneel gaat zijn. Want dan krijg je aan de achterzijde van de markt ook zo'n boulevard die je ook anders kan gebruiken. Ja. Voordat je kunt beginnen aan het opzetten van een nieuwe markt, is het wel van belang dat de damwanden er al staan. Dit plan was al in 2015, de constructie van een complete oeververdediging achter de openbare markt Nikeri was al compleet geprogrammeerd. En het werk was ook gegund aan een aannemer, als ik me niet vergis, aan de aannemer Kuldeep Singh, om een complete oeververdediging hier te bouwen. Maar helaas is dat project niet meer doorgegaan. Dus als die oeververdediging hier toch wel op een of andere manier gemaakt kan worden, dan hebben we het probleem verholpen. Als u mij vraagt, dan moet de damwanden liefst van het jaar nog daar komen. Anders gaat uiteindelijk ook de markt een bedreiging vormen. In die zin dat het weggespoeld kan worden. Omdat bij elke springvloed, zoals ik eerder zei, een deel van de oever weggespoeld wordt. We hebben wel het geluk dat we wat mangroven, parwa daar langs de rivier hebben. Dat heeft nog ons geholpen om het proces te vertragen. Bij de laatste springvloed is 1 of 2 omgevallen. Dat geeft al aan hoe het eigenlijk daar in elkaar zit. Dus mijn hoop is dat het toch nog van het jaar komt. De openbare markt Nikeri is een niet weg te denken begrip voor Nikerianen en voor bezoekers vanuit andere districten. De districtscommissaris is hoopvol gestemd dat dit jaar nog een aanvang gemaakt kan worden met de oeververdediging.